collega's, zondag zijn 35.000 mensen door de straten van Brussel gewandeld om zich te verzetten tegen vaccinatie. Jammer genoeg hebben ze, behalve de schade aan de politiecombis, is de maatschappelijke schade die die houding veroorzaakt enorm groot. En we zien collega Ongenaar heeft het woord. En we zien dat, ja, collega Ongenaar heeft het woord. Ik hoor het al niet graag, maar ik kom zo dadelijk tot bij jullie. Geen bang, ik kom nog. De maatschappelijke kost van die houding wordt met de dag groter. We zien dat nu opnieuw. En dus, meneer Brusselmans en collega's van Vlaams Belang, in plaats van hier nu hoog van uw toren te komen blazen, heb nu eens ene keer politieke moed, ene keer, durf nu eens ene keer in te gaan tegen al die mensen, de malcontenten van deze aarde. En ga nu eens ene keer tegen die mensen zeggen, weet je wat de beste manier is om ervoor te zorgen dat onze horeca open kan blijven? Dat onze zorg, dat die overeind kan blijven? Weet je wat de beste antwoord is? Laat u vaccineren. En stop dus met die mensen achterna te lopen. Ja. Zet afgekoeld. Collega Sint-Aubin, mondmasker op. Collega Sint-Aubin, uw mondmasker op, alsjeblieft. Zijn je knooi op tegen mij? Echt waar? Is dat het? En nu ook, collega Ongena, mondmasker op. En wij zijn hier allemaal volwassen mensen die respectvol met elkaar zouden moeten kunnen omgaan. Ja?